Hallo, hallo allemaal. Het is super tof dat je kijkt naar een video vanuit mijn nieuwe crib. Nou, volgens mij echt het nog enorm, want de stand van zaken is dat ik hier sinds gisteren woon. Maar in deze video ga ik jullie meenemen naar de IKEA. En niet eens omdat ik nou zo heel veel nodig heb, want het is allemaal vooral inspiration opdoen. Maar ik ga daar een dag van eten. Hoe is dat om een dag te eten van de IKEA? Of nou ja, eerlijk is eerlijk, ik ga er niet echt een hele dag van eten. Althans, de dag zal niet achter elkaar zijn. Maar ik ga 3 maaltijden weten te fixen bij de IKEA. Dat is eigenlijk de video. Dus heb je daar nou zin in? Vergeet dan zeker niet alvast dat duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal om meer van dit soort video's te volgen. En dan zou ik zeggen, let's go naar de IKEA. Nou, 2 keer de plantaardige balletjes met friet. Nou ja, eentje is dan voor mijn zus. Het is niet dat ik alles in mijn eentje eet. Maar dit is maaltijd nummer 1. Oh, ik heb hier heel veel zin in. En ik zit naast mijn eerste aanwinst van de IKEA. Een heel mooi, nou ja, volgens mij heet dat een samengesteld bureau. Oh, ik ben hier zo blij mee. Dit hele plekje, ik word er helemaal enthousiast van. Ik wil nog een ladekastje kopen, maar ik wil zoveel. Het komt allemaal wanneer het komt. Maar ik heb nog meer gekocht bij de IKEA. En natuurlijk, jullie hebben mij zien eten van de balletjes. Die waren top. Ik vond de portiegrootte... Nou, ik moet zeggen, ik vond de portiegrootte eigenlijk wel karig. Maar ik zit wel gewoon vol. Het is niet dat ik nu denk, ik heb nog honger. Zit ik me nu te bedenken. Anyhow, de balletjes waren toppie. Wat ik verder ga eten, is ook een beetje karig. Maar dat zien jullie later in deze video. Eerst ga ik nog even een shoplog doen. Nou, het meest oninteressante item van de dag. Nou ja, trouwens, ik heb wel meer. Ik heb eigenlijk gewoon een beetje van die suffe dingetjes gekocht. Waarvan ik dacht, dit heb ik eigenlijk nu wel nodig. Zoals bijvoorbeeld een wc-borstel. Ja, je moet het toch hebben. En ik had het niet opgeslagen in mijn box. Want een wc, het idee alleen al. Goed. Van die boeren, ik vind het echt heel grappig, want dit had ik, ja, misschien ben ik echt niet oplettend, om het maar even zo te zeggen. Ik ken dit dus vanuit Oeganda. Ik heb dit nog nooit in Nederland gezien, totdat ik terug was van Oeganda. Maar misschien bestaat het al 180 jaar en is het me eerder nooit opgevallen, totdat ik het alleen maar in Oeganda zag. En sinds dat moment viel het me op. Of het is vrij nieuw en helemaal hip en happening. Maar deze sponsies... Ja, een meetlint. Mijn zus zei, ja, dan heb je er tenminste zelf ook in. En op zich is het best wel handig dat ik nu ook weer kan meten van, hè, hoe hoog wil ik een kastje hebben, et cetera, et cetera. En ja, zo'n ding, dat kost een euro. En ik dacht, hoe vaak ga je het gebruiken? Maar toch merk ik dat ik nog best wel vaak zo'n rolmaat in mijn leven mis. Nou, ook zoiets simpels, schoonmaakdoekjes. Je kan het nooit te weinig hebben. Wil ook even neer. Nou, nog zoiets. Ik had dus blijkbaar, ik weet niet waar mijn snijplanken zijn. Ik denk dat ik die weg heb gedaan. Maar het is heel bizar, want ik heb dus 1 klein snijplankje. Nou ja, dit in het klein. En die gebruikte ik altijd gewoon een beetje voor een appel te snijden. Die heb ik nog wel. Alle andere snijplanken zijn gone. Nou kan ik me wel herinneren dat mijn houten snijplank zat een scheur in. Dus waarschijnlijk had ik toen gedacht, ja, wat moet ik met een gescheurde snijplank? En volgens mij was deze een beetje smoetsig. En ik heb heel lang zitten twijfelen. Ik dacht, ja, wil ik nou hout? Wil ik nou plastic? Want ja, plastic, hè, dat is natuurlijk ook niet... Het is gewoon allebei net niet. Want hout gaat misschien wel langer mee, maar kan dan weer niet in de vaatwasser. Ik vind het lastig. Wat voor soort snijplank hebben jullie? Random vraag van de dag. Maar ik ben er heel benieuwd naar. Want ik heb altijd een beetje een soort van... snijplanken issue. Ik heb ooit ook glas gehad, maar ik heb begrepen dat daar je messen bot van gaan.
Dus laat het me weten in de comments, wat voor snijplank heb jij? En dan last but not least heb ik de Kamkamfrig. Geen idee hoe je het uitspreekt, maar er is wel eentje uit de verpakking. Dat was mijn zus heeft gedaan ter test. Dit is dus een kapstok. Nou, ik prijs het aan alsof het iets wonderbaarlijks is. Maar ik zag dit en ik dacht, hell yeah. Het is wel ironisch, want er is in de muur, zeg maar, ja, dichtgekit waar gaten waren. En precies daar denk ik, nou, ik vind het ook een goed idee om daar een kapstok te hangen. Dus twee van deze heb ik gekocht. Daar kunnen mooie jassen aan hangen. En ik merk ook echt, ja, hoe suf dit misschien ook klinkt, dat ik het echt best wel miste om een kapstok te hebben. Want nu likker ik elke keer mijn jas maar ergens neer. En dat staat meteen zo rommelig. En met een capstick heb je daar geen last van. Dus dat en natuurlijk dus deze mooie tafel. Wat nu dus mijn bureau is. En de stoel had ik al. Of tenminste, nou even rectificatie. De stoel is de oude bureaustoel van mijn zus. Ik wil nog wel een keer een mooie stoel. Ik denk zelfs dat ik, zeg maar, eetkamerstoelen wil kopen. En dan wel in dezelfde kleur of gewoon dezelfde stoel hier ook neer wil zetten. Dat is een beetje, dat het een beetje één geheel wordt. Maar voor nu is dit helemaal top. Ik moet alleen niet iets hebben met wieltjes en wat draait. Want dat kunnen mijn ADHD-billen niet aan. Die gaan dan, dan rij ik zo die hele kamer rond. Dus nou, ik moet zeggen dat dit wel meevalt. Want als het echt ook kan draaien, dit kan niet draaien, dat scheelt al een schok op een borrel. Want als het ook kan draaien, dan ga ik helemaal wii. En ik heb na zitten denken, nou dit was 1 seconde een discussie met mezelf, dat ik dacht, wil ik een sit-sta-bureau? En ze dacht, nee, ik ben zo niet. Ik kan niet staand werken. Als ik wil staan, dan ga ik wel een rondje lopen. Weet je, ik ben wel iemand die op een gegeven moment denkt, ik wil naar buiten. Maar dan ga ik wel, dan ga ik wel gewoon lopen en dat gaat. Ik moet niet staan en zitten en staan en zitten. Ik weet allemaal dat zitten, hè, als leefstijlcoach, zitten is het nieuwe roken. Het is dodelijk. We moeten het allemaal niet te lang doen. I know. Maar ik ga dan liever tussendoor gewoon even wandelen, even rekken en strekken. Dan dat ik mijn tafel ophoog en omlaag ga doen. Dat zag ik mezelf niet doen. Maar wie weet, zeg ik over een jaar of een dag of een uur iets totaal anders. En zeg ik, nou, had ik toch maar een sit-sta-bureau. Voor nu ben ik heel erg blij en dankbaar met dit bureau. Sowieso met alle spullen die ik heb gekocht. Nou, deze video gaat nog even verder, want ik ga nog ontbijten en lunchen van de IKEA. En het is kerg. Dus ja, laat ik daar maar gewoon verder mee gaan. En ik geniet nog even van dit bureau. Een hele goede morgen op de achtergrond. Zie je nog een beetje doozy? Sorry. Maar het is tijd voor mijn ontbijt. Nou, het is dus kerg. Ik ga knikkebreden eten. Met deze jam. Dus dat. Ja, dat is mijn ontbijt van de dag. Ik ga jullie even zo daar neerzetten dat jullie mij kunnen zien smeren. Ik heb een beetje last van mijn keel. Maar ja, dat heb ik al heel lang. Dus ik moet denk ik gewoon even wennen aan het feit dat ik, weer echt officieel mezelf voel. Maar het is een leuk huisje. Ik ben zo blij. Willen jullie nou zien hoe mijn huisje eruit ziet? Check dan even de vlog. Als het hopelijk komt die aanstaande vrijdag online. En anders volgende week vrijdag. Nou, lieve mensen. Ik dacht, ik neem jullie even mee. Oh, het is hier zo lekker warm. Echt een voordeel van dit huis vind ik ook. Het warmt echt binnen no time op. Ik ga even in mijn werkplek zitten. Oh my god, ik voel me zo rijk. Ja, ik voel me rijk, ik voel me dankbaar, ik voel me gelukkig. En dit is geen goede belichting. Maar dit is wel lekker eten. Ook was het ook een beetje een karige maaltijd. Maar ik zeg cheers mensen. Oh jongens, ik zit zo een beetje voor me uit te staren op dit bankje. Ja, je ziet nu niet. Ik zit op een bankje. En ik kijk naar voren en ik denk, nou, het tafereel wat zich voor mij afspeelt
is echt een stil leven. Het stomme is, je moet het eigenlijk... Eigenlijk zou ik even de camera moeten omdraaien, want dan zie je het echt goed. Kijk, dit is toch net een stil leven. Ik bedoel, die tas, die fles. U ziet voor ons een gordijn gedrapeerd. De verfspullen, een jas wat aan de ladder hangt. Daarachter nog een soort van hoekje wat ik heb proberen te maken met mijn LP-speler. En een lamp. En dan daarnaast die tas met die fles ernaast. Ik kan zo in het museum. Die schaduw situeert dan ook weer een een en ander op de vloer. Kan je weer je beeld, hoe zeg je dat? Beeld bij vormen. Ja, tot zover mijn stipt leven. Sorry, ik moest dit even met jullie delen. Ik dacht echt, wat is dit? Nou, ik had mijn hele fantasie ging alle kanten op. Nou, dag lieve mensen. Ik ga lekker, lunchen. Of tenminste, ik ga lekker even eten. En ik ga hier flatbread heb ik gekocht. En de Huffudrol. Het was vegan. En wat is de bedoeling? Keep frozen 20 minuten in de oven op 180 graden. Of 8 tot 10 minuten in een pan. Of 2 minuten in de magnetron. Dit moet gewoon op kamertemperatuur ontdooien. En dan is het klaar, zeggen ze. Dan ga ik die balletjes bij eten en heel misschien ga ik daar heel stiekem gewoon groenten bij eten. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe deze Huffudrol smaakt. En dit is dan het resultaat. De flatbread met de balletjes. En ik heb wat jam erop gedaan. En ja, dit is natuurlijk niet IKEA, maar een beetje van IKEA en een beetje van mezelf, zullen we maar zo zeggen. En natuurlijk gaan we even een taste test doen. Woehoe! Flatbread. Ik denk dat ik niet eens die dingen erbij had hoeven doen. Nou, dit is toch wel een andere smaak dan zeg maar hun originele balletjes, de Zweedse balletjes. Oh, dit is lekker, die groenteballetjes. Ik zeg, goed gebeurd. Nice! Heel nice. En met deze maaltijd sluit ik deze video weer af. Nou, mijn conclusie van het IKEA voedsel is... Ja, je kan een hele dag van IKEA eten. Nee, ik raad het niet aan. Dit is gewoon leuk, weet je. Als je bij de IKEA bent, koop die Zweedse balletjes. Super chill. Die groenteballetjes zijn ook super chill. De jam is ook lekker, maar het is echt allemaal een beetje bijgerechtjes. Om er een hele dag van te eten raad ik zeker niet aan. Want dan kom je ook gewoon je groente en fruit tekort. En dat heb je nodig. Dus ga gewoon vooral lekker veel groente en fruit eten. Ik ben heel erg benieuwd wat jij van deze video vond. Hopelijk vond je hem tof. Vergeet dan zeker niet het duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan check ik je volgende week maandag weer bij een nieuwe video. Of al vrijdag bij een nieuwe vlog. Maar dat weet ik niet zeker. Ik ga mijn best doen. Doei doei!